Nederland is met Zweden en Engeland het meest verkeersveilige land in de wereld. Naar verhouding vindt hier het minste aantal ernstige verkeersongelukken plaats. Maar toch moet de brandweer regelmatig uitrukken om beknelde passagiers te bevrijden uit een auto. Ik zal er vast in gaan zitten. Ja, en dan gaat het om snel en effectief handelen, hè? Want daar zijn er levens mee gemoeid. Ja, ik pas erin. Voor dit soort reddingswerk heb je heel speciaal gereedschap nodig. En dat nu wordt vervaardigd in Brabant, in Raamsdonksveer om precies te zijn. Hier dus, bij Holmatro. En bijna een halve eeuw geleden begonnen ze met eerst de handel, later de productie van hydraulische werktuigen ten behoeve van de zware industrie. Dus vijzels, krikken, ander hefgereedschap, waarmee je hele schepen, windmolens, ja zelfs laatst het dak van het stadion kunt oplichten. Stoer en sterk spul dus. Vanaf de jaren 70 gaan ze zich, naast dat industriële gereedschap, ook richten op de vervaardiging van reddingsmateriaal, van die enorme knipscharen. En sinds kort produceren ze ook de uitrusting voor arrestatieteams, speciale onderdelen van het leger, de commando's en zo. Wat hebben die drie productielijnen, Industrial, Rescue en Special Tactics, nu met elkaar te maken? Nou, het gaat in alle gevallen om apparatuur waarmee je een geweldige kracht kunt uitoefenen. Maar dat is niet voldoende, er moet ook controle zijn. En dit is precisieapparatuur waarmee je tot op de millimeter nauwkeurig kunt werken. Het gaat om, zoals ze dat hier noemen, mastering power. Dus het beheersen van kracht. Superkrachtige scharen, spreiders, rammen, crushers. En al dat fraais wordt achter deze deur gemaakt. Arne Hermans, algemeen directeur van Holmatro. Ooit zijn jullie begonnen als toeleverancier voor de scheepsbouw. Daarna kwam er dat spectaculaire reddingsmateriaal erbij. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, in die tijd, eind jaren 70, begin jaren 80, werkte hier iemand die ook bij de brandweer actief was. En die kwam op een bepaalde dag binnenlopen met een heel zwaar reddingsgereedschap. En de toenmalige eigenaar zei van, god, wat is dat voor ding? En hij legde dat uit. En die zei, nou, dat moeten wij veel beter kunnen. Nou heb ik even gegoogeld. En dan blijken brandweerkorps all over the world over jullie materiaal te beschikken. Zit daar nog groei in? Ja, daar zit zeker groei in. We zijn inderdaad marktleider over de hele wereld. In meer dan 140 landen. Wij zijn niet in elk land marktleider. Landen als in het Midden-Oosten, Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen. Okay. In die landen is de groei van de infrastructuur nog steeds enorm aan toenemen. Ja, daar is een directe behoefte aan reddingsgereedschappen. Maar als ik dat zo hoor, dan verkopen die producten zich als het ware vanzelf. Dan zou je zeggen, dan is er geen innovatie meer nodig. Nee, innovatie is natuurlijk de slagader voor ons bedrijf. De producten, de vraag naar onze producten is met name erop gericht dat ze sterker moeten worden, ergonomisch beter moeten worden, compacter willen klanten vaak hebben. En dat drijft uiteindelijk ook ons in het nadenken over nieuwe technologieën. Eigenlijk is het een never-ending story. Innovatie stopt nooit. Sterker nog, als je stopt denken over innovatie, stopt de innovatie. En bestieren jullie alles nog vanuit Nederland alleen? Nou, heel duidelijk is het beleid erop gericht dat we de innovatie en de ontwikkeling gecentraliseerd hier doen vanuit Raamsdonksveer. Maar de productie en de verkoop hebben we wel gedecentraliseerd. Ik hoop dat het reddingsmateriaal nooit voor mij gebruikt hoeft te worden, maar het is wel goed dat het er is. Ik wil je ontzettend bedanken. Dank je wel. Nee. Dit prachtige hoofdkantoor langs de A27 illustreert de spectaculaire groei van het bedrijf. Maar de architect heeft met dit gebouw ook kracht willen uitdrukken en innovatie en kwaliteit. En dat zijn dan precies de eigenschappen die Holmatro, maar ook de provincie Noord-Brabant, wil uitdragen. Ik vind het een mooi plaatje, toch?